smartwatches. Er zijn tientallen smartwatches gewoon op de Mobile World. Nou, wat is er nou anders aan? Nou, eigenlijk doen ze bijna allemaal hetzelfde. Je kunt er gewoon mooi de klok op kijken. Dat is echt in ieder geval wat ze allemaal doen. Ze geven de tijd aan. Je kunt stappen tellen. Je kunt op een gegeven moment, je hebt kompas, je hebt meldingen. Je WhatsAppjes komen erop binnen. Hè? Dus dat is allemaal hetzelfde. Alleen, wat zijn nou de grote trends? 1. Design. Huawei, LG, iedereen wil mooi zijn. Iedereen wil veel meer klassiek zijn. Je wil geen geeky watch. Je wil gewoon een klassieke, mooie watch waar iedereen eigenlijk niet kan zien dat het een smartwatch is. Dat is de eerste trend. De tweede trend is van, het is of de smartwatch, dat is gewoon een dingetje wat hoort bij je toestel. Wat zorgt dat alle meldingen hier binnenkomen daarop te zien zijn. En dat een verlengstuk is van je telefoon. En sommigen hebben ook gewoon een simkaartje erin. Zodat je gewoon je telefoon thuis kunt laten en alles kunt doen met je smartwatch. Zonder dat je gewoon je telefoon bij je kunt hebben. En dan is het op een gegeven moment de prijs. Want sommigen zijn 300, 200. Deze van Alcatel is 129. Dat is een van de goedkoopste. Sommige zijn plastic, sommige zijn roestvrij staal. Maar de conclusie van Mobile World Congress 2015 is dat iedereen aan het wachten is tot Apple in begin maart zijn telefoon laat zien. Want die gaat op een gegeven moment deze productcategorie lanceren. Want dat is gewoon de toekomst.